het verschil tussen A-merk en B-merk, dames en heren? Kwaliteit telt weer een heel pakketje. Geen idee wat eruit komt. En wat eruit komt, dat gaan we nou dan zien. Als het goed is, moet het allemaal tegelijk gaan. Palm Garden, oftewel vier verschillende kleuren palm. Het volgende wat we gaan doen, dames en heren, is de Frut van Thor. Het hele pakketje in één keer. Het zijn drie cakes, de hele serie, en dus alle drie tegelijk. Zo, dan merk je wel een verschil van vuurwerk. Zie je wel een verschil tussen een A-merk en een B-merk, dames en heren. Die fruit was van Zena. Topkwaliteit vuurwerk is dat. Dames en heren, het is tijd voor een kleine pyro-show. Wat hebben we gekocht? We hebben deze knalmatten gekocht uit Duitsland. Die duurt 4 minuten. Dan gaan we de gaalsvuur erheen gooien. Dan gaan we grondbloemen erheen gooien. Flitsertjes, luchthuidertjes, sigaretten en knettertonnetjes. Zo. Hij is mooi verpakt. En we rollen hem zo uit. Hartstikke idee.
Gaat hij weer, dum dum. Valt hij weer om, hebben we nog geklemd. Ja, ik moet hem wel gebruiken. Dat is wel de eerste vraag. Nou, dat valt dan ook tegen eigenlijk. Zenatico Procade. Firefroy! Boom. Wat we gaan doen, dames en heren, is een compleet doosje Renotjes, of hoe ze tegenwoordig heten, Artes. Okay. Oh, blazen. Gewoon nog een succesnummer. Gaan eens even kijken, want we hebben een tonnetje geregeld om de cakes te verbranden die we overhouden. Of een rook dat gaat geven nou. Tijd voor een stukje gaspijpjes. Lekker hoor. Het paarse monster gaan we doen. Van Luipaars, dames en heren. Kwaliteitsvuurwerk weer. Nou, doosje open. Van A tot en met E. Genieten wordt dit. Ziek mooi blokje. Echt een ziek mooi blokje. Het is weer funkertijd, dames en heren. 20 gram speltjes, maar kwaliteit speltjes weer een heel pakketje. Gaan we nu gewoon even op ons gemakje afsteken. We beginnen met de kleinste. Het waait al wat harder, dus hopelijk is de mist al een beetje weggetrokken. Is goed te zien. We gaan rustig verder, één rij de lucht in. Oh, dat is mooi. En de laatste van de kleintjes is ook een crackling, chrysanthium zo te lezen.
soort time rain. Heel mooi. We hebben nog wat grote pijlen in dit pakket. Maar jullie raden het al, die gaan we nu gewoon even doen. Effect tot aan de grond, hè? En dan voor 20 grammetjes. Het is een duur pakketje, maar de pijlen zijn zijn geld wel waard, hoor. Ik blijf echt wel onder de indruk. Mooie pijltjes. Oh joh, we zijn er alweer heen voor deze keer, maar de volgende keer gaan we gewoon weer door. We hebben nog meer cakeboxen, vuurpijlen, single shots waarbij trouwens eentje fout gaat en nog veel meer. Gewoon de volgende keer weer kijken dus.